Mia Motley, premier van Barbados, heeft haar driedaagse bezoek aan Suriname met hoge verwachtingen afgesloten. Gisteren bracht ze voor haar vertrek een bezoek aan de districten Brokopondo en Para, waar er een intentieverklaring is getekend door president Blaise Bouterse en Motley om samen te werken op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij, handel en toerisme, sport en jeugdzaken, buitenlandse zaken en onderwijs, wetenschap en cultuur. Zowel Bouterse als Motley is het erover eens dat beide landen samen doelen kunnen bewerkstelligen die het gehele Caribisch gebied ten goede zullen komen. Na de ondertekening van de verklaring zei Bouterse in zijn toespraak dat als Europa in eenheid doelen kan bewerkstelligen, het Caribisch gebied daartoe ook in staat moet zijn. Bouterse ziet de samenwerking tussen Suriname en Barbados als voorbeeld voor de rest van het Caribisch gebied. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een ieder in heel het Caribisch gebied, met het bijzonder in Barbados en Suriname, de koppen en de schouders onder het werk te zetten, zodat een keer een invulling gegeven kan worden aan onze founding fathers van dit toch wel heel, heel belangrijk instrument. We gaan ook in het Caribisch gebied door zwaar weer. Maar het is juist in deze periode dat wij elkaar moeten omarmen. Het is juist in deze periode dat we elkaar de handen moeten strekken. We weten precies wat er allemaal verkeerd gegaan is in het verleden. Ik denk dat wanneer we omkijken, het alleen maar een omkijken is naar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de gemaakte fouten niet gemaakt worden? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de initiatieven genomen in het verleden daadwerkelijk concreet worden ingevuld? Ook Motley heeft hoge verwachtingen van de samenwerking met Suriname. Een van de grote ontwikkelingen die op komst is, is dat zowel Surinamers als Barbadianen naar elkaars landen kunnen migreren om de gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Whether it is in the area of the Ministry of Finance, where both of our countries have been undergoing difficult economic circumstances, and ironically, we have been able to access similar advice with respect to our own plans, even if our roads are slightly divergent, but there is commonality in what we must find for the restructuring and the repositioning of our economies for the benefit of our people. The fact that we need to sign a bilateral investment treaty and a double taxation agreement to be able to protect those of our investors, to give them certainty as to what to expect if they invest in Barbados, if they invest in Suriname, and also to give them the assurance of protection in spite of the fact that Suriname operates on civil law and Barbados operates on the common law. With respect to our people, at the level of our young people, we both believe, sir, that this is our future. Mia Motley, premier van Barbados, gisteren in Brokopondo, Bergendal, waar er een intentieverklaring is getekend door Suriname en Barbados. Deze intentieverklaring heeft als doel om vooral samen te werken op onder andere economisch gebied.